wat mij altijd zal bijblijven, is de liefde voor muziek die papa mij altijd heeft bijgebracht. Ik heb altijd in een ongedwongen sfeer zelf mijn keuzes mogen maken in functie van de muziek, of ik het wel of niet eventueel zou kunnen bespelen. Maar ik ben zeer blij dat ik uiteindelijk toch nog altijd de keuze gemaakt heb om mee te gaan in dit verhaal en samen met hem dit mee te maken. Tijdens mijn studies, dat zal mij altijd bijblijven, dat ik papa dan even bij de kraag kon pakken wanneer er wat moeilijke trekjes in de muziekstukken terechtkwamen die we dan samen in de keuken eigenlijk konden repeteren en konden aanpakken, zodanig dat dat alles terug op punt stond. In functie van de harmoniewereld zal ik eigenlijk altijd, of zal mij altijd bijblijven, het plezier. Er was ook zeker serieus werk. Dus hij ging ook wel altijd tot in detail. Maar de grappen en de grollen, die zullen er altijd bij blijven. Die zullen ook altijd blijven bestaan. En ongetwijfeld vanavond ook in het concert verwerkt zitten. Lijkt me ook een hele mooie afsluiter voor zijn dirigeercarrière. En vanaf vanavond kan hij ook de focus leggen op het trompetspelen zelf, in de big band of ergens anders. Dus vanaf vanavond zijn zowel wij als publiek en muzikanten van hem af, maar één ding is zeker, van mij zal hij nog zeker niet af zijn. Mijn mooiste herinnering met Armand zijn de musicconcerten. We hebben ooit heel lang geleden samen met de Harmonie van Engsbergen en Berkenbos, geloof ik, samen met de Jeugdharmonie toen nog een concert gespeeld in Berkenbos, in Te Senderlo en in Hoevezavel. En dat was heel fijn. Dat was heel fijne muziek. Die repetities waren heel leuk. Voor mij is dat de allermooiste herinnering die ik aan Armand heb. Dat heb ik al heel vaak gezegd en ik zal dat ook blijven zeggen. Mijn leukste herinneringen waren de concerten met Domino, dat we helemaal hadden uitgespeeld aan één stuk. En met dat van Sweet Caroline vond ik ook gewoon een heel leuk concert, alleen was ik er toen nog niet. Ik heb Armand leren kennen een hele tijd geleden, dat kan zo'n 40 jaar geleden zijn, denk ik. Ik heb altijd heel goede herinneringen aan Armand gehad. Hij was een heel toffe mens. Ook als dirigent was hij prachtig eigenlijk, maar ook als mens was hij altijd bereid voor te luisteren en naar uw problemen. Ik heb ook aan Armand te denken dat ik eigenlijk terug naar een muziekschool ben beginnen te gaan. En hij heeft mij altijd heel hard gesteund en me ook dat vertrouwen gegeven van ook die solos te mogen spelen, die ik heel graag speelde. Ik zal Armand nooit niet vergeten. Ik heb altijd een hele goede band met hem gehad. Ook die jeugdkamer die we samen hebben doorgebracht, dat was echt fantastisch. Meer kan ik niet meer zeggen, want het is emotioneel ook heel erg voor mij om hem nog eens terug te zien. En ik zal altijd van hem blijven houden. Elke keer als ik naar mijn dwarsfluit kijk, dan denk ik altijd van aan Armand van ah ja, ik moet in de maat leren spelen, omdat dat toch wel het probleem vroeger bij mij was. Dus daarom zal ik Armand toch ook wel niet snel vergeten, zeker omdat mijn dwarsfluit ook altijd daar staat. Dag Armand, proficiat met uw fantastische carrière als dirigent. Ik heb er niet heel veel van mogen snoepen, maar ik heb toch een herinnering aan u. Ik weet niet of je hem zelf ook herkent, maar die lag vroeger in uw muzieklokaal. Mijn drumstelletje erbij. En ik weet nog dat ik dat geruild heb met jou voor een ander drumstel. Want ik vond het toch echt wel een pronkstuk. En het drumstelletje heeft tot vorig jaar nog bij mij gestaan. Dus 16 jaar lang, maar die heb ik bijgehouden. En dat haai het ook. Dat doe ik niet weg. En dat doet mij vooral denken aan de vrijdagmiddagjes dat ik bij jou in het orkest mocht spelen. In het muzieklokaal. En ik moet zeggen, dat heeft voor mij de vrijdagen op zijn minst al heel aangenaam gemaakt in mijn carrière op school. En daarvoor ben ik u heel dankbaar. Dus proficiat nogmaals. En ik wens u nog een fijne, of toch een heel aangename carrière nog als trompetist. Kijk, 1, 2, 3, 4, ja. Van de Strobots van Dittenbeek. Zeer hartelijke dank voor de vele fijne jaren die we samen beleefd hebben. En uiteraard een grote dank voor alles wat we geleerd hebben, zoals vocabulaire, musicaliteit, drinken, eten, zagen, lopen, wandelen, werken. Wat kunnen we nog? Ja, en nog drinken. Allee, goed, oké. Okay. Armand, school,
Gaat u goed en we zien elkaar heel veel terug binnenkort. Oké, dat kan. Hoe kunt u nu elkaar zien? Je kunt elkaar niet heel veel terug zien. Veel proficiat met je pensioen. Ik herinner me van vroeger, toen ik als klein trompetist hier begon. We hebben veel dirigenten gekend, maar jij bent me zeker bijgebleven. Omwille van je leuke repetities, veel grappen en grollen, maar ook serieus repeteren. Waardoor dat we echt heel mooie concerten hebben gegeven. Bijvoorbeeld het filmconcert in Genk is een concert dat me lang is bijgebleven, nog altijd. Bij deze wil ik je heel veel bedanken, in naam van de Stroobanders ook. Veel succes nog met je pensioen. Goeie herinneringen aan Armand Stijfkes zijn van vroeger al, want ik was maar 8 of 9 jaar dat ik aan de deur ging luisteren aan de Muziekacademie in Genk op de Hoogstraat. Ik was zelf een beetje trompetachtig, denk ik. Maar dan ging ik toch aan, bij Stijfkes en bij Kerkhoffs luisteren hoe goed dat die mannen wel waren. Want die hadden uitzonderlijke goede talenten. Bij Pierre Schrijvers volgde ze les. Dan heb ik natuurlijk Armand verschillende jaren niet meer gezien. Tot men mij vroeg om in Diepenbeek een beetje iets te helpen op een repetitieweekend. Wat ik dan gedaan heb. Dan hebben we samen een beetje de harmonie van Diepenbeek zo goed mogelijk proberen te leiden. En dan, ja, nu gaat het om een pensioen natuurlijk. Dat is wat logisch is. Ik wens hem veel plezier in zijn, op zijn oude dag, zal ik maar zeggen. Maar ja, als je 65 bent vandaag, moet je toch nog 20 jaar meedraaien. Op zijn minst. Armand. Dag Armand. Ik hoop dat je u mij nog herinnert. Het is al een hele tijd geleden dat we elkaar nog hebben gezien. Dus zoals je weet heb ik mijn hart voor de muziek gevolgd, net zoals jij. Ik ben muzikant geworden. Maar voor mij was die liefde, dat was niet liefde op het eerste zicht. Ik ben begonnen toen ik viool speelde. Toen ik 5 was, dat was geen groot succes. Dan ben ik naar hobo overgeschakeld. Ik was een gemiddelde student, ik oefende niet veel. Dus eigenlijk was toen ik voor de eerste keer samenspeelde met mijn groep mensen, dat er voor mij die liefde echt is gekomen. En dat was met jou. Dat was in de jeugdharmonie toen nog, van Waterschijn Zwartberg. En jij was mijn eerste dirigent. Jij was de eerste die mij liet voelen wat muziek kon betekenen voor mij. Hè. Samenspelen, niet alleen luisteren naar jezelf, maar naar wat de mensen doen rondom je. Dat is heel mooi. Ik ben volledig verliefd geworden en muzikant geworden daardoor. Dus ik wil je daar heel hard voor bedanken. Sinds 20 jaar speel ik muziek en ik heb de eerste stapjes gezet, dankzij Armand. Mijn ouders speelden al lange tijd mee met hem. En hij heeft dan zo wat gezegd van waarom niet meespelen. Dan heb ik op korte tijd beginnen meespelen met slagwerk. En nu speel ik ondertussen al 20 jaar, nog steeds ook op dezelfde plaats. Wel ondertussen met een andere dirigent, maar een heel leuke periode meegemaakt. Veel optredens zijn allemaal bijgebleven. Altijd wel klaar om dingen in elkaar te steken. Kunstwerkjes, sketchjes die werden opgevoerd tijdens de optredens. Dus heel leuke herinneringen aan hem. Armand en ik hadden direct een goede klik. Dat kwam omdat we eigenlijk allebei graag praten en allebei een beetje gek zijn. Toegangen konden we allebei ook als de beste, want mopjes stappen en lang babbelen dit en dat. We hebben veel gelachen, veel gedronken. Ik vond hem een kei toffe dirigent. Hij kon heel plezant dirigeren en zo, met mopjes ertussen en zo. En alleen net voor het concert dan voelde de spanning wel komen, omdat dan gaat alles wel goed lukken en zo. En achteraf na het concert was dan alles wel. Kregen we altijd een schouderklopje, dus dat kwam goed. Tijdens de repetities zei hij heel vaak een zinnetje dat dubbelzinnig overkwam of een beetje gek was. En dat werd dan genoteerd, dat kwam dan in ons klimopje.
Voor ons stadsschale concerten kon je eigenlijk altijd op zijn creatieve geest rekenen, want hij kwam altijd graag zo grappig uit de hoek en hij gaf er graag een showtje bij. We gaan hem zeker missen, maar hij zal ons ook wel missen, denk ik. Arwo, het gaat je goed. Geniet van uw welverdiend pensioen. En je weet ons harmonie wonen en je weet mijn huis ook wonen. Arma kwam bij ons rond het jaar 1980, denk ik. Ja, zoiets zal het geweest zijn. Nadat wij in een malaise gezeten hadden met verschillende dirigenten die we over kortere periodes gehad hadden. En we zaten wat aan de grond. En dan kwam Arma, ja, en dat was een verademing voor ieder muzikant. Hij heeft dat met veel verve aangepakt en ook zat niet verlegen om zelf muziek beginnen te herschrijven, om het de muzikanten mogelijk te maken bepaalde moeilijke passages te spelen. Hij was daar een krak in. En ja, Arma is een rond ongeveer 25 jaar bij ons dirigent gebleven. En het is in die periode dat Engsbergen naar omhoog getild is en nu nog altijd verder groeit. Zo kan ik Arma omschrijven als een welgekomen zegen voor de hele harmonie. Arma betekent voor mij eigenlijk op een vaderlijke manier de instrumentale overgang van accordeonist naar trompetist. Ik herinner me Armand vooral als een heel enthousiaste leerkracht MO, die ik leerde kennen tijdens mijn start aan het Sint-Josef Instituut in Bokrijk. Nu, die lessen MO die waren voor mij niet zo uitdagend, omdat ik zelf al veel met muziek bezig was. Maar het hoogtepunt van de week was toch wel de repetitie met het schoolorkest. En feitelijk, wanneer we geïnstalleerd waren, na de middagpauze, waarin ook gegeten moest worden, was er nog een goed kwartier over om de repetitie te beleven, maar dat was toch altijd heel energievol en leuk om te doen. Dat was echt wel het hoogtepunt van de week. Daarnaast heb ik Armand als jonge twintiger terug ontmoet, wanneer ik stages moest doen voor mijn eigen opleiding aan het Lemmens Instituut in Leuven. En waarbij ik de stages MO moest doen. En ik dacht, ik ga Armand vragen. Die ken ik nog als een heel enthousiaste en toffe man. Dus die stages die zullen wel vlot verlopen. En inderdaad, het was heel leuk om dat bij Armand te doen. Maar toch bleef hij heel correct en rechtvaardig. Ook al kenden wij elkaar, kreeg ik geen voorkeursbehandeling. Maar bleef hij toch zijn vak verdedigen en op een heel correcte manier een evaluatie schrijven voor mij. Ik ken Armand zowel als dirigent van de harmonie, als leraar muzikale opvoeding en esthetica zelfs, op de middelbare school. Maar ik had toch liever Armand de dirigent dan Armand de leraar. Ik ken Armand voornamelijk vanuit verenigingen waarbij ik aangesloten ben geweest en waarbij ik nog aangesloten ben. En Armand blijft mij altijd iemand bij die ervoor heeft gezorgd. Ik ben overgeschakeld van slagwerk naar tromboon en die mij eigenlijk ook de passie voor muziek heeft geleerd. Wat mij of ons het meest is bijgebleven van Armand, van samenwerking met Armand, is in eerste instantie bij de jeugdharmonie het musicconcert met de drie harmonieën en dan ook en vooral het filmconcert dat we enkele jaren geleden gedaan hebben. En dan uiteraard alle repetities en leuke momenten en grappige momenten die we samen met Armand hebben mogen beleven. Dus dat is mij zeker bijgebleven en gaat mij ook altijd bijblijven. Merci voor alles. Bedankt. Als we aan Armand denken, dan denken we aan onze huwelijksviering. Wij kwamen naar binnen als koppel en heel de harmonie van Berkenbos zat dan klaar. En zij speelden de bruidsmars. En dat was een heel leuk gevoel om naar binnen te komen. En dat is eigenlijk het hoogtepunt waar wij aan denken als wij aan Armand denken. Wat mij vooral opvalt, of wat mij bijblijft bij Armand, is de passie, het enthousiasme en de inzet die hij heeft vertoond tijdens de werkgroepen die we opgericht hebben. Elk concert wat we organiseerden was er een aparte werkgroep, waar Armand min of meer wel het voortouw nam. En hoe gedreven hij dat uiteindelijk
tot een waardevol concert kon brengen. Hij heeft ook heel veel buiten de werkgroepen nog in zijn privéuren gewerkt aan de concepten die we moesten verzorgen. Ook de vriendschap die er gegroeid is de laatste jaren, vooral door de werkgroepen, waardoor wij meermaals samen zaten bij vergaderingen. Armand is niet alleen een persoon die ik mij laat herinneren als dirigent, maar eigenlijk ook als familiaal gezien dan een muzikale vriend. Meestal bijblijven van Armand is zijn gedrevenheid als dirigent en trompetist. Hey Armand, we hebben elkaar zoveel jaren geleden leren kennen. Jij weet net zo goed als ik van dat elk muzikant, dat zij amateur of professioneel, ergens beïnvloed wordt door de mensen waarmee ze samenwerken en samenspelen. Dus ook jij als dirigent in de Jeugdharmonie hebt samen met Pierre Schrijvers, toen dirigent van de Harmonie, een muzikale basis meegegeven die ik tot op de dag van vandaag nog altijd gebruik. Daarvoor wil ik jou danken. Merci. Ik herinner mij Armand ook als de stuwende kracht als we een familiefeestje muzikaal wilden opluisteren. Dan nam hij daar het voortouw in met het kiezen van stukken, met het verzamelen van muzikanten, zodat we bijvoorbeeld een huwelijksverjaardag of een huwelijk heel fijn voor onze familie konden opluisteren. Ik wil Armand heel veel bedanken voor de fijne jaren muziek. Ik heb heel veel geleerd van Armand en het was een grappige en een leuke man die ik me altijd ga herinneren. Bedankt! Bedankt.